Hoi, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Tjus Madeline en vandaag ga ik samen met jullie 10 boerderijsquizzies uittesten. Eigenlijk zijn het een beetje boerderijsquizzie knuffeltjes. Van de actie van de Lidl een tijdje geleden heb ik er 10 weten te bemachtigen. En die gaan we vandaag dus uittesten hoe ze squishen en hoe ze eruit zien. Het is wat anders dan de squishies die ik normaal gesproken uittest de laatste tijd. Maar voor de verandering vond ik het al een keertje leuk. En de eerste, dat is dit schaap. En dit zijn dus de ronde versies. Ik weet dat je ook de vierkanten hebt, maar dat zijn de jungle knuffels. En wat ik hieraan al heel erg leuk vind, is dat hij echt zo'n huidje heeft. Zoals je misschien wel op de camera ziet. En ja, laten we gaan kijken hoe die squisht. Want ik vind hem in ieder geval super leuk uitzien. Dus ik vind dat de Lidl dit destijds heel erg goed heeft gedaan. Als je hem kan bemachtigen... Machtig hem. En dan heb ik deze. En ik weet niet zo goed wat dit is. Het lijkt een soort van ezel te zijn. Maar dan in het blauw. Ik vind het wel erg leuk dat hier echt haar op zit. We're gonna try it. Kijk, deze doet ook wel zo lang over te terugkomen. Ik vind dit echt hele fijne knuffeltjes om in te knijpen. En deze is voornamelijk mijn zusje. Heel erg dol op. Dus Roxanne, deze is voor jou. En dat is dit hondje. En ja, we gaan hem uittesten. I like it, I like it, I like it. En de volgende doet mij weer iets meer denken aan een boerderij. Want dat is deze kip. Laten we hem gaan uittesten. Oké. Okay. Deze is weer wat harder om in te knijpen. Dus in dat opzicht iets minder fijn dan de rest. Maar hij is ook wel weer slow rising. En ik bedoel, als je ze allemaal hebt, je kan een stuk gewoon op een plank zetten om te verzamelen. De volgende is deze koe. En zoals je ziet is hij gras aan het eten, want koeien zijn natuurlijk herkauwers. En ja, laten we hem gaan uittesten. Oké, deze is weer iets zachter dan de kip, maar ook weer harder dan alle andere vorige. Dus deze zit er een beetje tussenin. Hij is verder ook wel weer heerlijk richting de slow rising aan het gaan. Dus ik keur hem verder wel gewoon helemaal goed. Dan heb ik een van mijn persoonlijk favoriete dieren. En dat is deze kat. Kijk nou hoe leuk deze eruit ziet. Hij is niet helemaal realistisch in de kleuren. Maar hij ziet er nog steeds heel erg leuk uit. En het lijkt een beetje zo'n superhero kat. Oh, deze is weer helemaal zacht om in te knijpen. I like it. Dan als volgende heb ik deze pauw. Tenminste, volgens mij is dit een pauw. Als je... die achterkant zo openklapt, dan lijkt het al helemaal op een pauw. En dat vind ik er ook super leuk aan. Je kan hem inklappen. En dan kan je hiermee spelen. En je kan hem openklappen. Je kan er alles mee doen wat je wilt. En hier aan de bovenkant kun je deze ook nog omhoog zetten. En hij heeft natuurlijk weer van die harde pootjes. Deze achterkant is dus echt heel erg zacht om mee te friemelen en te frummelen. Daardoor werkt hij ook wat beter als fidget toy voor als je gestrest bent of zo op school. Maar laten we hem gaan uittesten. Oké, deze zit er ook weer tussenin. Hij is niet heel hard om in te knijpen, maar ook niet per se zo zacht als de andere. Dan als volgende heb ik dit varkentje. En ja, laten we gaan kijken hoe ze squisht. Oké, ze zit er een beetje tussenin. Het is niet per se echt dat ze heel erg hard is, maar ze is ook niet echt zacht. Hier achterop heeft ze wel nog een krulstaartje, zoals een echt varkentje. Dan gaan we helaas weer naar de ene laatste, maar dat is wel deze vogel. En ik weet eerlijk gezegd niet zo goed wat voor vogel het is, want we hebben al verschillende soorten vogels gezien vandaag in deze video. Oké, deze zit er ook weer tussenin. Hij is niet per se heel erg hard, maar ook niet per se heel erg zacht. Ik vind het wel leuk dat ze allemaal een beetje slow rising-achtig zijn. En dan gaan we helaas alweer door naar de allerlaatste. Want dat is een paard. Deze is weer lekker zacht om erin te knijpen. Dus ik zou hem zeker aanraden. Want ze zijn gewoon hartstikke leuk om te verzamelen. Als Lidl ooit nog zo'n actie doet. En als je deze video ook leuk vond, doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer je natuurlijk op mijn kanaal voor meer video's. Druk ook meteen op het belletje naast de abonneerknop, zodat je nooit meer een melding van mij... Daar hoorde je hem al. Hoeft te missen wanneer ik een nieuwe video upload. Laat in de comments weten wat voor video's jij nog meer wilt zien op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot bij de volgende video. Doei doei!